Heb jij lef en een droom? Word ondernemer. De Rotterdamse Ondernemersacademie helpt je binnen 6 maanden... je eigen bedrijf te starten. 6 maanden persoonlijke coaching. Wekelijks inspirerende workshops door ondernemers. Op Skillsmasters, die van 4 tot en met 6 maart plaatsvond in Ahoy, kon iedereen met lef en een droom zijn ondernemersidee pitchen op een echte catwalk van de Rotterdamse Ondernemersacademie. Hallo, goeiedag. Mijn naam is Bram Poelsma. Ik ben 19 jaar. Ik heb een droom. Ik wil een uitzendbureau in de sport beginnen. Daarbij wil ik freelance ondernemers verhuren aan sport- en fitnessbedrijven. Mijn naam is Laura. Mijn droom is om in de mode te werken bij een blad of een eigen bedrijf. Wat ik later graag zou willen worden is iets met kleding of met verzorging. Dat vind ik toch ook echt wel leuk. Of misschien ook wel iets met sport. Mijn droomberoep is sleepkaptein voor op een sleeboot te varen, op een zeesleper. Ik ben Melanie en ik ben 15 jaar. En ik wil later de kant op van correspondent of journalistiek. Hallo, ik ben Marielle van Beekum. Ik ben 20 jaar oud en ik wil een webwinkel starten met edelstenen, sieraden en piercings. Ik ben 11 jaar en ik wil later een eigen bedrijf beginnen. En dat wil ik omdat mijn vader 2 eigen bedrijven heeft en bijna 3. En ik heb een keer bij hem gewerkt en het was heel erg leuk. En dat is het. Ik heb me sinds kort besloten me aan te melden bij de Rotterdamse Ondernemersacademie. Dat heb ik gedaan omdat ik mijn droom is om ondernemer te worden. En ik wil met mijn kennis en ervaring die ik heb opgedaan als maatschappelijk werkster, wil ik uiteindelijk via de website, via e-coaching, wil ik voornamelijk vrouwen de kans geven om gecoacht te worden. Ik wil heel graag een schoonmaakbedrijf beginnen. Ik zie daar heel veel werk in. Ik zie in Rotterdam heel veel partieken die gewoon te fel zijn of te slecht worden onderhouden. En ik denk dat ik dat een tikkie beter kan doen dan al die andere bedrijven. Vandaar dat ik eigenlijk gewoon een zelfstandig ondernemer wil worden. Kansarme mensen gewoon ook uiteindelijk helpen. Ik heb gewoon de lef, de ballen om zulke mensen gewoon te helpen, werkervaring op te laten doen. Charlotte wil een danseres worden en Lisanne wil graag theaterster worden. Omdat ik wil in het theater staan omdat ik heel erg van acteren houd. En van uitsloven en al dat soort dingen. En dat is mijn ding gewoon. Mijn droombaan, dat is regisseur worden in ieder geval. Wij willen graag in de toekomst een eigen kinderdagverblijf openen. En dat in een tijd van ongeveer 2 jaar. En daarom willen wij een opleiding of cursus doen bij de ROA. Oh, moet ik nou? Ja. Ik wil graag een eigen onderneming opstarten. Waarbij ik andere mensen kan helpen. En dan zou je kunnen denken aan praktische hulp bieden. Maar ook gewoon als er ruzie is, dan kan ik gewoon vanuit mijn bemiddelingsbureau mensen bij elkaar halen. En zorgen dat er op een of andere manier een uitweg is, een oplossing is om eruit te kunnen komen. Het lijkt me heel leuk om later iets voor mezelf te gaan beginnen. Iets van chocolaterie of zo. Of iets anders. En ik vind het ook wel heel leuk om je eigen tijden te bepalen. En je zit ook niet vast aan een baas of zo. Dan ben je eigen baas. En dat lijkt me wel heel leuk. En heel makkelijk. Even denken hoor. Ik ben ook kwijt. Ja echt, draai je maar om. Ja, ik wou het zeggen, maar ik weet niet meer wat. Zometeen terug na de reclame. Ik wil dolgraag een eigen cateringbedrijf. Waarom ik dit wil? Nou, heel simpel. Ik wil gewoon mensen laten zien wie ik ben en wat ik doe door middel van eten. Ik wil het daarbij niet alleen bij Brabant houden, mijn geboorteprovincie. Maar ik wil het liefst door heel Nederland bekend worden, zodat iedereen kan zien wie ik ben en wat ik doe. En daarmee hoop ik andere mensen enthousiast te maken om mijn voorbeeld te volgen. We willen een eigen bedrijf opstarten omdat mijn best friends wel even zijn.
Mijn droom is om zelfstandig ondernemer te worden in de grafische industrie als een visualizer. Ik wil graag een kleine tienmanszaak opstarten, zodat ik mijn droom kan verwerken in het concept bouwen in de gamingindustrie, filmindustrie. Waarom ik graag een eigen zaak wil, is dat ik toch graag van reizen houd. Ik wil niet alleen een kantoorbaan hebben. Ik wil mensen ontmoeten uit verschillende culturen, plaatsen. Dat geeft mij een idee van inspiratie. Hallo, ik ben Maria. Ben 29 jaar. Ben erg ambitieus. Wil heel veel dingen doen in het leven. Ben vrij creatief. En dat wil ik eigenlijk doorbrengen in een eigen zaak. Ik zou met heel veel verschillende leeftijden, categorie van mensen willen werken. Waar ze creatief bezig kunnen zijn, waar ze kunnen dansen, waar ze kunnen bewegen. Want ik vind dat er... Dat tegenwoordig kinderen veel te weinig bewegen en volwassenen. Dus daar wil ik een steentje bij dragen. Op dit moment, ik krijg uitkering. Dus sinds augustus ben ik werkloos. En ik wil voor mezelf gaan beginnen. Dus ik denk, ik ga iets leuks doen. Goed kunnen verdienen. En zullen we zien wat gaat gebeuren, toch? Ik heb dromen voor kinderen in deze stad. Mijn grootste droom is dat ik eigen onderneemster wil worden. Ik wil een kinderopvang opzetten. En niet zomaar een kinderopvang, maar er zijn er heel veel kinderopvangcentra hier in Rotterdam. Maar waar ik zelf tegenaan loop als werkende moeder, als studenten, is flexibel kinderopvang. En die wil ik aan alle moeders hier gaan aanbieden. Ik wil graag mijn eigen bedrijf in brandblussers beginnen. Dat is mijn droom om mensen gewoon voor mij te laten werken en niet dat ik voor de mensen moet werken. Ik wil voor mezelf werken omdat ik niet achter mensen aan wil lopen. Ik wil mijn eigen creatieve dingen doen. Je eigen werk zelf binnenhalen, het geld zelf verdienen. De reden dat ik ondernemer wil worden is omdat ik heel graag voor mezelf wil werken. Zelf regels bepalen wat in de werkvloer moet gebeuren. Ja, er zit gewoon uitdaging aan. Problemen die je op moet lossen en dat trekt me aan de ene kant wel. Ik zou een eigen zaak willen omdat dat meer verdient. En ik zou een eigen zaak willen omdat ik dan met mensen kan omgaan en dat ook heel veel verdient. Een eigen onderneming is natuurlijk heel erg mooi omdat je gewoon geheel vrij bent. Je kunt gewoon je eigen weg gaan en als er iets niet lukt, opnieuw kijken wat is er niet goed gegaan en daarop doorgaan. Misschien meer mensen in dienst, misschien nog groter. Misschien krijg je later wel het allergrootste bedrijf. Het is een droom en dromen moet je najagen. Wil je eigen baas worden? En altijd je eigen tijd kunnen indelen. Meld je dan nu aan bij de Rotterdamse Ondernemersacademie. En begin binnen 6 maanden je eigen bedrijf. Kijk voor meer informatie op www.rotterdamseondernemersacademie.nl. Dat. Mag het overnieuw? Wij zijn Esra en Anneloes. Wij willen later ons eigen show. En die heet de PSG. De PSG. De Power Girls Show. En daar gaan heel veel dingen gebeuren en het is niet voor jongens toegestaan. Zoals bijvoorbeeld paardrijden op hoge naaldhakken. En door de modder rennen met een super zwaar pak. Jongens zijn niet toegestaan omdat het Power Girls Show is. En het zijn alleen meisjes. En jongens mogen altijd alles op de camera doen. Dus deze keer mag het niet.